Dinsdagmiddag werd in de wijk Thomashof in Workum het verzetsmonument van Rut Vulto Gaube onthuld. Leerlingen van 3 basisscholen in de stad hebben er de afgelopen jaren onder leiding van de kunstenares aan gewerkt. De kinderen worden zo bewust van de symboliek van dit monument. Vanuit onderdrukking, via verzet, komen tot vrijheid. Iets dat veel verder gaat dan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die 65 jaar geleden eindigde. Dan gaan we naar de onthulling. En we zien 3 stenen. En de bedoeling is dat er 3 kinderen nu naar voren komen. En dat zijn Jeske Buis, Isa Ribeiro da Silva en Femke Dijkstra. Gevangen. Geen geloof. Bang en verdrietig. Geen eigen meningen meer. Onderdrukking. Zie je nu... De onderdrukking. Onderdrukking, verzet, vrijheid. 3 woorden en 3 betekenissen. Over de oorlog en over de mensen. Onderdrukken, dingen die jij niet wil doen, maar jij moet doen. Verzet, voor jezelf opkomen. Vrijheid, alle mensen vrij, oorlog voorbij. Het verzet. Vrijheid, eigen mening, onderdrukking, verzet, vrijheid. Daarvoor staan deze beelden. Mooi. Vrijheid. Burgemeester, het is 5 jaar geleden dat hier de verzetswijk van Workum werd opgericht. Ja, de wijk was opgericht en de straten moesten een naam hebben. En toen zijn we tot het idee gekomen om de verzetsmensen uit Workum, die omgekomen zijn, om die te vernoemen naar een straat hier. En dat is 5 jaar geleden gebeurd. En tegelijkertijd hebben we toen gezegd van ja, dat is één ding. Eigenlijk moet je hier nog een verzetsmonument hebben. Niet alleen ter nagedachtenis van de mensen die gestorven zijn of vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog, maar ook alles wat daarna gebeurd is, tot op heden. En toen is gelijkertijd de gedachte gekomen van, het is aardig als we 3 lagere scholen daarbij kunnen betrekken, zodat het monument door de kinderen gemaakt wordt. Want zij zullen de geschiedenis moeten voortzetten, dragen en goede ideeën naar buiten brengen. En zo is het ontstaan. Roet, als Duitse kunstenares hier in Workum actief. Ja, sinds 20 jaar woon ik hier nu in Workum en met heel veel plezier. Ik voel me al helemaal thuis hier. Jij bent gevraagd om met de kinderen, de schoolkinderen, dit kunstwerk te maken. Ja, 5 jaar geleden ongeveer kreeg ik dus een brief van de gemeente Nijevert, die dus in deze wijk, waar de straatnamen naar Workum verzetstrijders vernoemd zijn, ook een monument te plaatsen. En dit monument zou dus in samenwerking met de Workumer bovenbouwklassen van de basisschool uitgevoerd worden. Onderdrukking, verzet, vrijheid. 3 hele duidelijke thema's. Ja, ja, dit is voor mij dus een zinnenbeeld voor het bevrijdingsproces. Het uitgangspunt is dus de onderdrukking, helaas. Waar dus activiteit in moet komen via het verzet. Om dan in de toekomst hopelijk verkrijgende vrijheid te komen. Dat gaat niet zomaar. De leerlingen van de school hadden direct daar een idee bij. Nou, ik had het ontwerp zelf gemaakt, maar ik heb dus meer dan 2 jaar geleden ben ik met deze modellen naar de schoolklassen toegegaan en heb het even aan hun voorgesteld en heb ook gevraagd, nou, dit zijn natuurlijk abstracte beelden, zien jullie eigenlijk wat ik jullie nu hier vertel, zien jullie dat erin? En dat was voor mij zo'n fantastisch moment, dat de kinderen echt, heel veel kinderen opsprongen, ja, de onderdrukking die gaat zich heel klein maken, die gaat zich echt verschuilen, zeg maar. Het verzet die gaat er tegenin, die gaat in een vechtershouding. En de vrijheid die gaat helemaal zo vrij staan. Dus dat vond ik fantastisch, dat de kinderen dat eigenlijk veel sneller dan volwassenen zo snel begrepen. Tijdens het maken zijn er ook gesprekken geweest met kinderen. Ja, en die gesprekken hebben dus heel veel te maken gehad over onderdrukking,
En wat is nou onderdrukking en wat is nou verzet? Wat doe je? En dat is gewoon gebruikt met wat er gebeurt in het dagelijks leven. Want er gebeurt ook onderdrukking plaats op het schoolplein. Op het voetbalveld. Waar dan ook. Dan in andere vormen dan toen in de Tweede Wereldoorlog. Maar we zijn niet al te vriendelijk tegenover elkaar soms. En dat gaan die kinderen die hebben dat nu heel goed begrepen waar dat om gaat. En wat dan vrijheid betekent. Dat eigenlijk heel broos is. De kinderen die hier aan meegewerkt hebben, die zullen dit nooit vergeten, denk ik. Dat hoop ik. Ik zal het in ieder geval nooit vergeten. En zo te zien, nou ja, als ik zo door Workum fiets of ga, nou, heeft het op de kinderen ook heel veel indruk gemaakt. En ik hoop dat zij dat meenemen en daarmee de cirkel van dit monument steeds groter laten maken. Want zij geven dit ook misschien weer aan hun kinderen door. Want kinderen zeiden al heel vaak, nou, als ik als Paken of Beppe dan hier langs loop, dan kan ik toch nog steeds zeggen, daar heb ik aan meegewerkt. En nou, dat, als zij dan ook nog weten waar het om gaat, nou, dan vind ik dat gewoon absoluut fantastisch en het doel bereikt. Het is niet iets van vroeger, het is van altijd. Het is van altijd, ja. Althans, dat is de diepere achtergrond erachter. En dat beseft ook iedereen.